Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 22 juli 2016. Dat is het bulletin van vrijdag. In deze uitzending morsen en een SSTV plaatje in PD90. Ik zeg het wel vaker, maar de SSTV beelden kun je ontvangen door gewoon de microfoon van je smartphone voor de speaker van je ontvanger te houden en de app Robot 36 te gebruiken voor Android of CQ SSTV voor iOS. 23 cm LAP i6 AMF in Amersfoort is verbeterd. Er zit alleen nog een klein softwarefoutje in, waardoor de verbeteringen nog niet ten volle kunnen worden benut. Op 19 juli is het relais vervangen door een ander exemplaar met een betere gevoeligheid. Daar zit onder andere een extra voorversterker in. Het foutje dat zit in de repeater software en daardoor kun je met een al te zwak signaal nog niet over de repeater werken. Binnenkort wordt dit verholpen. De repeater heeft wel iets aardigs, een rotsjepiep die het aantal microvolts aangeeft dat op de ontvanger ingang wordt gemeten. Met een app voor een audiofrequentieteller kun je aan de hand van een tabel die waarde aflezen. Voor afregeldoeleinden kun je de repeater met een DTMF1 invoer 1000 hertz laten genereren. En met DTMF2 gaat die pieptoon weer uit en dat gebeurt ook bij de eerstvolgende keer dat de callgever inkomt. Details zijn te vinden op www.veronamersfoort.nl. 23 centimeter staat de laatste tijd sterk in de belangstelling in Nederland. Allereerst door de bouwpakketten van Bas BE1 JPD voor een 23 centimeter zendontvanger, die op redelijk grote schaal gebouwd zijn trouwens. En verder ook door de voor repeaters geschikte transferters van SG Laboratory uit Bulgarije. Nog meer repeaternieuws, want sinds enkele dagen doet ook PI610 het weer. Bij het onderhoud van enkele weken geleden in Hilversum op de Mediatoren bleek de ontvangstantenne van PI610 defect te zijn. Die is dus nu vervangen. PI610 heeft een uitgang op 29690 en het relais heeft een shift van min 100 kHz. Nee, niet min 100 Hz, min 100 kHz. Speciale tonen zoals 1750 of CTCSS zijn niet nodig. Het relais is tevens via Echolink te bereiken. Ja, en nog meer repeaternieuws, want hamnieuws.nl meldt dat er ook plannen zijn voor een 23 cm repeater in Wormerveer, PI6ZAZ, waar momenteel de apparatuur voor wordt verzameld. Beoogde frequentie is 1298-325. Hamdigitaal.nl meldt in 2 artikelen dat de open spot van Shark RF verkrijgbaar is. Dit is een open source, iets voor digitale gebruikers moet ik zeggen. Momenteel krijgen mensen die ervoor eentje op de wachtlijst stonden deze uitgeleverd. Open spot is een hotspot met 20 mW output voor D-Star schrap DCS reflectors, voor DMR zowel Brandmeister als DMR Plus en voor System Fusion FCS netwerken. Het verschil met de apparaten die er tot nu toe waren is dat het apparaatje direct op internet werkt en dat er dus niet nog een aparte Raspberry Pi of een andere computer nodig is. Prijs is €219, exclusief €19 verzendkosten vanuit Estland. Ja, ik heb ze al een tijdje niet meer in de uitzending gehad. Etenpiraten.com. Begin van de maand meldde de site het uit de lucht halen van Brekdeer FM. We hebben al eens vaker bericht over het uit de lucht halen van het station, dat dit keer vanuit de gemeente Dinkeland in de lucht was. Politie en agentschap Telecom traden in de vroegte van de zondagochtend op door de mast van het station onklaar te maken, door aan de onderkant een paar zaken door te slijpen en een bevestigingsbouw te verwijderen. De verrijdbare 55 meter hoge antennemast, die in een buitengebied was opgesteld, stortte daarbij in. Onderaan stond een 2 kW zender opgesteld. Computer en apparatuur werden in beslag genomen. Het station heeft aangekondigd snel weer in de ether te verschijnen en het team van de website wenst hen zoals gebruikelijk veel succes bij de wederopbouw toe. Vandaag als SSTV-afbeelding een foto van de neergehaalde mast. Agentschap Telecom is op 18 juli begonnen met de consultatie van de veiling van 2 niet-landelijke FM-vergunningen. Het gaat om de plaatsen Ameland en Kuik. De beide kavels hebben een digitaliseringsverplichting. Een kort deel 13 vandaag van de digitale modus. Er waren in de tijd van de mechanische apparatuur ook wel mensen die met computerterminals met ASCII in de lucht waren. Mechanische computerterminals wijken niet sterk af van de telexmachines. De keuze voor de codering lag bij dat soort apparaten in tegenstelling tot het computertijdperk al vanaf het begin vast. Een ASCII-apparaat naar Baudot-code ombouwen, ja, dat was onbegonnen werk. In de tijd dat ik zelf aan RTTY deed, dat was 1979 tot begin jaren 80, werkte ik vooral met mechanische telexen. De digitalisering kwam toen echter al op. Ik had een peperduur programma met interface voor mijn TRS-80 gekocht, waarmee ik zowel morsen als RTTY kon verzenden en decoderen. Al snel kwamen er ook gratis programma's voor, bijvoorbeeld voor de Apple II, waar al snel software voor RTTY, SSTV, Hellschreiber en nog een paar andere beschikbaar kwam. Dat was de tijd dat de software nog vaak op cassettebandjes werd opgeslagen. De digitalisering had hier al vrijwel direct grote gevolgen, want al snel verdwenen de lawaaiige, lompe telexapparaten, die vaak ook redelijk wat stroom gebruikten, uit de meeste amateurchecks.
Vanavond op PI3 UTR weer de lange uitzending van de Daily Minutes met een herhaling van de 5 Nederlandstalige Daily Minutes, inclusief Morse en SSTV-beelden. En verder is er nieuws in het Engels en in het Duits. Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2 NOS en 's ochtends om 10:30. Aanvullende informatie bij de uitzendingen is te vinden op www.pa0ete.nl. Mail verder gerust je tips, commentaar en desnoods prietpraat naar x@xdv.me. Zo, dan staat het weekend weer voor de deur. Ja, dat was me het weekje wel. Wordt er nog gefontest? Dat weet ik niet. Of wordt er nog gevossenjaagd? Moet je in Elektron kijken of Dikars CQPA of op hamnieuws.nl. Nou ja, dat moeten we dan vanavond maar even doen. Heb je zin in koffie? Ja, lekker. Oké, ga jij maar even zetten dan. Pokémon. 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 Go. 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 Go.